Hoofdjeugdopleiding Saïd Ouali is sinds dit seizoen verantwoordelijk voor de toekomst. Met Dennis Bergkamp werkt hij nauw samen op zoek naar verbetering. Eind vorig jaar uitte Bergkamp in Voetbal International kritiek dat de jeugdopleiding steeds verder een eiland binnen de club werd. Nu hebben Bergkamp en Ouali samen als belangrijkste doel om de stap van de jeugdopleiding naar Ajax 1 juist zo soepel mogelijk te laten verlopen. Binnen een club als Ajax, waar je de jeugdopleiding zo voorop stelt. Hè. We hebben het wel gehad over de levensader van de club. Wij hebben dat echt nodig. Dan moet je er ook voor zorgen dat het doorstroomt richting het eerste. Dus die doorstroom richting het eerste op elk gebied. Hè. We delen spelers eigenlijk in als in tactisch, technisch, mentaal en fysiek. Dus al die vier groepen, al die vier vlakken, dat moet doorstromen van de jeugd richting het eerste. Nou, wat ik voorheen bedoeld heb met dat het op een eiland kwam te staan, is dat die connectie minder en minder werd richting het eerste. Om wat voor reden dan ook, dat proberen wij zo snel en zo goed mogelijk te herstellen. Zodat op elk vlak gewoon bij de jeugdopleiding bekend is wat wij verwachten bij het eerste van de spelers. Op mentaal, fysiek, technisch, tactisch gebied. En daar moet aan de slag mee gegaan worden in de jeugd, zodat... Zodat ze sneller kunnen doorstromen en beter kunnen doorstromen naar het eerste. Want dat is uiteindelijk de filosofie van de club. Dat we zo snel mogelijk de jonge spelers kunnen inpassen. Dan hoeven we niet te kopen en dan hebben we gewoon precies wat we willen. Die 17, 18-jarigen moeten zo snel mogelijk in zo'n A-selectie komen. Want uiteindelijk leren ze daar het beste en het meeste. Omdat je dan in de omgeving bent waar je uiteindelijk moet gaan presteren. Dus je kan het nog zo goed opleiden, maar het laatste beetje van je opleiding zit gewoon... In het eerste of Jupiler League voetbal. Dat is dat stukje wat ze dan nog moeten leren, waar ze dan nog mee om moeten gaan. En dat is belangrijk voor ons, hè, dat we ze zo snel mogelijk daar neer kunnen zetten. En als ze dan eenmaal daar zijn, dan is het weer een van mijn taken bijvoorbeeld om erop toe te zien dat het niet te veel wordt voor ze. Want anders dan slaan ze dicht, dan gaan ze misschien wel de andere kant op. En dat is ook niet goed. Dus je moet ze op het goede moment ook weer even terughalen dan naar Jong bijvoorbeeld? Ja, want het blijven natuurlijk 17, 18-jarige jongens. Ik vind persoonlijk dat we wel heel voorzichtig met die jongens omgaan. Want niet alleen in het verleden bij Ajax, maar ook in het huidige tijdperk zie je bij andere clubs dat er ook 17, 18-jarige jongens er gewoon al staan. Dus daar moeten we ook niet te dramatisch over doen. Maar uiteindelijk zijn het nog jonge jongens die dus niet die 40 tot 60 wedstrijden kunnen spelen in de eerste elftal. En daar moet je juist rekening mee hebben. Is dat soms een lastige spagaat dat je aan de ene kant die jongens vroeg wil brengen, maar aan de andere kant moet je ook zien of ze het wel of niet aankunnen. Het lijkt me een heel dun randje waar je overheen moet lopen. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig, want juist bij het eerste zie je heel snel of iemand het wel oppikt of niet oppikt. En dan ben je steeds bezig van nou, deze jongen heeft er even aan geroken. Er zijn voorbeelden voor, maar ik ga die namen niet noemen, want ik denk dat het niet goed is voor die jongens. Die hebben er even aan geroken. Blijkt toch dat ze het nog niet aankunnen, dan moeten ze even een stapje terug. Dus bijvoorbeeld weer Jupiler League of Youth League desnoods, of de goede wedstrijden in de A1. Eventjes weer oppikken, even daar proberen de beste weer te zijn, even dat gevoel krijgen om vervolgens weer twee stappen vooruit te gaan. En er zijn ook jongens die verbazen je, die komen bij een eerste elftal. En dat had je wel verwacht, maar dat ze toch doen, dat ze aanhaken en dat ze erbij blijven, ja, dat gebeurt ook. En dat is constant maar een beslissing die wij bij het eerste, vind ik, moeten nemen, omdat wij dus zien wie dat wel kan en wie dat niet kan. Schets je daarmee jouw belangrijkste taak misschien ook wel, die je dan nu hebt? Ja, zeker, zeker. En dat is dus constant met de opleiding in gesprek van wie komt eraan, wie verdient wat voor prikkel. Wie moet er weer een stapje terug? Dat is constant communicatie. En daarvoor is het zo vreselijk belangrijk dat dat op één lijn zit. Met name die bovenste drie teams. Hè. Die groep talenten die in die drie teams zitten. Dat is eigenlijk de kluis, de schatkist van Ajax. Daar moeten we mee aan de slag. Om die schatkist zo goed mogelijk te benutten hebben Bergkamp en Ouali de opleiding de afgelopen tijd grondig bekeken en geëvalueerd. De werkwijze in onderbouw en middenbouw is zo goed als ongewijzigd. Vooral in de bovenbouw werden veranderingen doorgevoerd. De A2, die al langer ter discussie stond, verdween. Dit seizoen staan er tijdens de wedstrijden vaste trainers voor de groep en er worden meer trainingsuren gemaakt doordat de spelers fulltime op de club zijn en daar ook naar school gaan. We hebben echt bewust een keuze gemaakt van de bovenbouw dichtbij brengen bij Jong Ajax in het eerste elftal. Daar zijn we mee begonnen, met meer trainen.
Maar ook bijvoorbeeld met het roleren. Roleren heeft een voordelen, maar ook nadelen. Bij de bovenbouw hebben we bewust gezegd, nou, twee trainers gaan een groep begeleiden. En de teamtrainer brengt de spelers onder een specialist. Een verdediger, aanval of middenvelder. Die worden dan als het ware mentoren. Zodat wij de spelers nog specifieker kunnen begeleiden op maat. Maar goed, we kijken wel waar de prikkel nodig is. Het kan zijn dat een speler van de A1 een prikkel bijvoorbeeld bij Jong, dan gaat hij daar naartoe. Een moment trainen met de talentengroep is ook een prikkel. En zo kijken we voortdurend, wekelijks, dagelijks, maar ook op jaarbasis. Kijk, wat is de beste prikkel voor een individuele speler? Eén daarvan is de zogeheten talententraining. Een training waar de grootste talenten uit de jeugdopleiding, de jonge talenten uit Ajax 1 en Jong Ajax, tegenkomen. Het is min of meer ontstaan een aantal jaar terug met Henny Spijkerman, die dat gedaan heeft. Dan praat ik echt misschien wel over 8-9 jaar terug. Toen Daley Blind nog bijvoorbeeld in de B-junioren zat. Hij was de enige B die onderdeel was van die talentengroep. De bedoeling is met deze groep dat ze de talenten, zoals we het dan op dat moment zien, en dat kan een groep van 20 jongens zijn waarvan we er steeds 12 uitkiezen, die dan met het meetrainen met Henny Spijkerman en met mij. Dat hebben we anderhalf jaar geleden weer opgestart. En dat blijkt heel interessant te zijn, omdat je dan een goed beeld krijgt van hoe verhoudt een Karel Eiting zich ten opzichte van Daley Sinkgraven bijvoorbeeld. Hè? Die zet je dan neer, die zet je dan weg. Want het is een combinatie tussen spelers uit de jeugd en ook spelers van het eerste. Dus echte talenten van die drie teams en soms een B-junior. Ik gaf net al aan Daley Blind vroeger, Matthijs de Ligt was dat vorig jaar bijvoorbeeld. En die trainen met elkaar, dus ze wennen aan elkaar. Ze zien het niveau van de spelers van het eerste. Ze krijgen de trainingen van het eerste onder leiding van Henny en van mij. En het is toch wel, wat ik begrijp van die jongens uit de jeugd, is het toch wel heel interessant om daarbij te horen. Toch een soort doelstelling van, nou, daar wil ik graag bij horen. Dan krijg ik één keer in de zoveel tijd dat soort trainingen. En daar worden ze ook beter van, want ze trainen op het niveau van het eerste. Op een beschermend niveau, zeg maar. Zonder jongens van 30, 28 die ze tegenkomen in de tackles of wat ook. Nee, gewoon met jong talent. En tussen de A1 en Ajax 1 zit nog een steeds belangrijk wordende schakel. Jong Ajax. Ik denk gewoon met de komst, of tenminste met het spelen in de Jupiler League, dat Jong Ajax gewoon een belangrijkere rol is gaan spelen binnen de club. Normaal was het zo dat de echte talenten gingen van A1 naar het eerste. Hè. Dat was vroeger zo, dat was een tijd geleden ook nog wel zo. Nu hebben sommige jongens gewoon dat stapje nodig. En het is een geweldig stapje, omdat het Jupiler League voetbal is. Ze komen daar dingen tegen die ze in de opleiding misschien niet zijn tegengekomen. Waar het allemaal toch wel vrij makkelijk gaat. Ze kunnen een kunstje doen, vooral aanvallend. Maar in Jupiler League wedstrijden, dan moet je een andere kant van je kunnen laten zien. En juist dat stukje is nodig om bij het eerste aan te kunnen haken. Dus het speelt een behoorlijke dominante rol nu, Jong Ajax. En dat zie je nu ook wel vergeleken met jaren terug, waar het min of meer een tweede elftal was, is het nu of een verlengstuk. In ieder geval is het een team met heel veel talenten die eigenlijk op de drempel staan om naar het eerste toe te gaan. Anders dan in voorgaande jaren is dat Ouali als hoofdjeugdopleiding nu ook als assistent van trainer Marcel Keizer op het veld staat bij Jong Ajax. We hebben natuurlijk wat A-jongeren daar rondlopen. We hebben ook jongens die vorig jaar A1 nu bij Jong. Wij willen graag van de opleiding weten hoe zij trainen, hoe zij presteren, hoe zij zich gewoon verder ontwikkelen. Als aanspreekpunt kan heel nuttig zijn. We hebben daar een nieuwe trainer. Nou, maar ook in het kader van intensief met elkaar samenwerken, Jong en bovenbouw. Dat werkt. Alles staat dus in de teken om de talenten uit de jeugd zo makkelijk mogelijk te kunnen inpassen in het eerste elftal. Dat moet allemaal soepeler gaan met de eerder genoemde aanpassingen. Waar ik dus echt een verandering zie wat ten goede moet komen aan dit proces van die spelers die sneller door moeten stromen, is dat die bovenste drie teams beter op elkaar afgestemd zijn. Dus dat op dezelfde manier spelen, veel communicatie, spelers die de juiste prikkel krijgen, nog meer gaan voetballen, nog meer gaan trainen. Hè. Dat is ook een puntje dat je bij het eerste, als je een goed seizoen draait met Europees voetbal,
heb je maximaal één vrije dag in de week. Ja, dan moet je eigenlijk proberen om dat zo snel mogelijk bij een jong Ajax, maar ook bij een A1, dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat zijn we nu ingestart, hè? Dus met meer voetbaltrainingen. De jongens zijn hier meer op de club. Dus daar kan je veel meer mee doen. En met name wat voor mij belangrijk is dat die jongens zoveel mogelijk aan voetbal toekomen. Dus veel in die situatie gebracht worden waar ze uiteindelijk naartoe willen. En ja, daar leren ze een hoop van. Daar zullen ze fysiek ook heel veel voordeel van hebben. En voetballend zullen ze dan wat dichter tegen het eerste aankomen te zitten. Wat voor ons weer voordelig is. Betekent meer voetbal ook minder performance? Waar jij ook nog wel kritiek op hebt gehad dat het te veel was op een gegeven moment. Ja, ik wil dat graag uit de weg helpen dat ik performance iets geweldigs vind voor spelers. Maar ik vind niet dat performance de boventoon moet voeren binnen een voetbalclub. Dat gevoel heb ik gekregen. Dat is ook wel aangetoond dat het zo was. En ja, ik vind in een voetbalclub moeten voetballers, voetbaltrainers, die moeten leidend zijn. En ja, dat is ook een puntje waarom ik zeg van performance moet er absoluut bij houden, maar op een andere manier, in combinatie met voetbal. En laat die voetbaltrainer dan bijvoorbeeld weer leidend zijn, want die heeft daar het meeste verstand van. Wij doen ook bijvoorbeeld, als zij padje zeg maar, heel veel met testen en resultaten, kijken naar hoe spelen ze, trainen, hoeveel meters, hoe snel, noem maar op. Ik heb het nog weinig meegemaakt, heel weinig eigenlijk, dat, dat ik een ander beeld heb hoe ik het zelf heb gezien, dan dat de testen uitwijzen. Dus het oog van een trainer, het oog van de meester, zeg je wel eens, hè, van wat die voetbaltrainers en die ex-voetballers, wat ze zelf allemaal hebben meegemaakt, dat verschilt echt niet zoveel dat wat er wetenschappelijk bewezen wordt. En daar moeten we goed voor oppassen dat voetbal gewoon leidend blijft en dat we daar de focus op hebben. Want daar hebben we genoeg mensen voor die daar heel veel verstand van hebben. Dan zeggen mensen, er wordt een beetje afgestapt van het plan Cruijff. Vind je dat zo? Kun je nee, dat zo zien? Dat is absoluut niet waar, omdat ik ben onderdeel geweest van het maken van het plan Cruijff. Ik heb daar ook ideeën over. En de ideeën die wij altijd gehad hebben, is dat voetbal leidend moet zijn. Dat is waarschijnlijk de hoofdmoot van het plan Cruijff. Voetbal is leidend. Dit zijn dus punten waar we het over gehad hebben, de veranderingen die we doorvoeren. Dat we dat weer stevast oppakken. Dat gewoon weer belangrijk wordt gemaakt, verankerd wordt in de opleiding en in de club. Voetbal is leidend en van daaruit gaan we denken. En nogmaals, performance is gewoon een enorme goede toevoeging voor spelers om beter te worden. Maar het moet niet zo zijn dat het performance gedeelte bepaalt wat voor trainingen er zijn. Waar het voetbal gedaan wordt, hoe het voetbal gedaan wordt. Dat moeten we zo snel mogelijk weer omkrijgen. Ik ben natuurlijk vanaf het begin erbij geweest hoe het plan Cruijff zou moeten functioneren, hoe het ontstaan is. En waar we nu mee bezig zijn, wat de bedoeling was, waar we steeds mee bezig waren, dat verschilt niet zoveel van wat we nu weer doen en hoe we in het begin begonnen. Wat er gaandeweg ontstaan is, ja, daar is een beeld gevormd door mensen. En eigenlijk verschilt het nu niet waar we oorspronkelijk mee begonnen zijn. Dus het terugdraaien van, ik snap dat de mensen dat zeggen, omdat ze natuurlijk graag conclusies willen trekken. Het is ook gebaseerd op aannames, maar zoals wij er middenin zitten, en ik kan het aangeven omdat ik vanaf dag 1 erbij ben geweest, verschilt het niks van wat er oorspronkelijk in het plan Cruijff staat. Maar gaandeweg zijn er wat veranderingen gekomen in de opleiding, waardoor er nu weer een nieuwe weg ingezet moest worden. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus niet zozeer dat we iets veranderen ten opzichte van vorig jaar. Nee, we veranderen niks ten opzichte van het oorspronkelijke plan. En daar gaat het om in mijn hoofd. Met die insteek gaan Bergkamp en Nouali een nieuw seizoen op de toekomst in. Daarbij horen natuurlijk doelstellingen. Al is het in de jeugdopleiding lastig te benoemen of die aan het einde van het seizoen behaald zijn. Over het algemeen gaat het erom dat je spelers die in opleiding zijn verder helpt met een ontwikkeling. Als wij dat constateren, eind van het jaar zien, er zijn zoveel spelers vooruit gegaan, daar zijn we blij mee. Maar uiteraard gaat het om een einddoelstelling dat je ook sommige spelers helpt richting jong in het eerste elftal. Maar dat is het einddoel. Nou, zo moeten we ook gaan denken en handelen. Alles wat er om me heen is, alles die hier rondloopt, dat die voorwaarden creëert voor dit soort spelers. Nou, wij moeten uiteraard wel in aantallen denken bovenin.
Ja, je houdt het heel nauw in de gaten van welke spelers er klaar voor zijn. En dat je dan richting het volgende seizoen, dat ze dit seizoen bijvoorbeeld al wel moeten debuteren. Dat je weet wat je, ja, wat je aan ze hebt. En dat kan ook in de vorm van trainingen zijn. Dat kan in de vorm van talententrainingen zijn. Hè, met die talentengroep die we al een of twee jaar hebben opgestart. Dat is belangrijk om daar gewoon ja, continu naar te kijken. Van welke spelers breken er door, zodat ze klaar zijn voor het eerste. En dat is dat wel een belangrijke job, vind ik voor ons. Je kan zeggen, er moet er eentje doorbreken, er moeten er drie of vier debuteren. Dat lijkt me heel moeilijk om dat te kunnen zeggen. Nee, maar die druk moet je dus wegnemen bij de opleiding, hè? Wat ik net al zei. De druk moet er niet zijn van er moeten drie spelers doorbreken dit jaar. Want anders ga je de spelers door laten breken misschien, die gewoon niet goed genoeg zijn. Dat kan je de club niet aandoen, dat kan de jongen niet aandoen. Dus je moet gewoon, wat goed is, is goed. En die breken dan door, hoe oud ze ook zijn. En daar moet je op focussen. En, ja, het is ook niet dat ze één keer debuteren en dat je dan daar meteen je mening aan op vastpint. Het is natuurlijk een heel proces van een jaar. En ja, dat is iets wat we dus op die grens van jeugd, eerste, waar we constant mee bezig zijn. Maar het blijkt in mijn ogen blijkt het wel cruciaal voor de club. Omdat je gewoon anders terechtkomt in transfers. En dat willen we uiteraard allemaal niet, tenzij het nodig is. En daarvoor moet je een heel goed beeld krijgen van die spelers, zo snel mogelijk. Om te kunnen zeggen, nou deze rechtshalf die is goed genoeg voor het eerste van Ajax. Wij hoeven in de transferperiodes niet op zoek te gaan naar rechtshalf. Want deze gaat het gewoon voor ons doen. En dat is juist het leuke van waar wij mee bezig zijn.